De boel staat op scherp in Brussel. Het hoogste dreigingsniveau is ingesteld en de premier waarschuwt. Cela résulte d'informations relativement précises d'un risque d'attentat tel que cela s'est déroulé à Paris. In Nederland geen verandering in het dreigingsniveau, maar er worden wel maatregelen genomen. Zo zijn er scherpere veiligheidsmaatregelen rond voetbalwedstrijden. En gas uit koeienmest dat zo het aardgasnet in kan. Goedenavond. Het is stil op straat in Brussel, maar onderhuids broeit er van alles. Al de hele dag geldt in de Belgische hoofdstad het hoogste terreurdreigingsniveau. Reden volgens de regering verontrustend precieze aanwijzingen voor aanslagen. Brussel is al de hele week in beeld als een van de plaatsen waar de daders van de aanslagen in Parijs vandaan komen. Vandaag werd iedereen aangeraden thuis te blijven. Winkels, cafés en restaurants zijn dicht, evenementen afgelast. Met militairen op zo'n beetje elke straathoek ziet Brussel eruit als een vesting. De Belgische premier Charles Michel zegt dat er zeer concrete aanwijzingen zijn dat er in Brussel of omgeving terreuraanslagen op til zijn. Waarom? Pourquoi cette décision a-t-elle été prise par l'OCAM, par l'organisme qui évalue la menace? Cela résulte d'informations relativement précises. D'un risque d'attentat tel que cela s'est déroulé à Paris. We hebben de situatie onder controle in die zin dat alle diensten alle in staat van paraatheid zijn. Alle politiediensten zijn gemobiliseerd. Defensie, het leger, komt ook in steun. Dus alles wat mogelijk is, gemobiliseerd. Geen paniek, maar zeker aandachtig blijven, ogen en oren open. En dus zijn er voor Brussel en omgeving extra maatregelen genomen. Winkels kregen het advies dicht te gaan. Evenementen en markten werden afgelast. Vrijwel alle cafés en restaurants sloten om 6 uur hun deuren. En tot morgenmiddag 3 uur rijdt de metro niet. Trams en treinen overigens wel. Politie en leger patrouilleren nadrukkelijker dan normaal. En mensen krijgen het advies om drukke plekken te mijden. Op de grote markt van Brussel is het lang niet zo druk als normaal. Enkel kerstboomversierders, militairen en een aantal toeristen. He said there's some alarm here, yes. Yeah, but you're not afraid? Well, a little bit, but I saw the police everywhere, so I feel safe. We leave now, actually. Yeah? Yeah. Safer? Yeah, safer. Somewhere safer. The metro is the only thing that's closed, really, so I think we're just going to hit a couple of museums and a couple of pubs. Maybe stay away from the bigger ones. Yeah, the museums are closed as well. Yeah, well, I guess we won't be doing that. Only pubs today? Yeah, pubs it is. Okay. En dus is er ook niet veel te verdienen voor de Brusselnaar. Te rustig. Te rustig. Hoe lang gaat dat nog duren, denkt u? Gaan de toeristen wegblijven uit Brussel? De toeristen zijn niet stom. Ze zal komen en ze zal blijven. Ik ga ook naar Nederland, ik ga naar Parijs. Wat wil je doen? Je cacher? Dat is niet. On ne sait pas où ça va sauter. Langzaamaan werd het steeds rustiger in Brussel vandaag. En inmiddels is de avond flink gevallen, Joris. Het ziet er leeg uit achter jou. Ja, zeker. Dit is normaal de drukste buurt op zaterdagavond in Brussel. En je ziet het hier achter me. Het is leeg, uitgestorven. Restaurants, cafés, pubs hebben allemaal te horen gekregen dat ze beter dicht kunnen blijven vanavond. En dat is hier dus heel rustig, maar ook in de rest van de stad. Bioscopen zijn dicht, concerten afgelast. Brussel is bijna uitgestorven vanavond. Dat betekent dus strop voor toeristen en ook voor de horeca, voor winkels? Ja, zeker. Maar de burgemeester van de stad en de regering zeggen dat ze absoluut niets anders kunnen. Omdat het gevaar nabij en heel concreet was. En ja, ondanks dat dat al nadelig is voor al die bezoekers aan Brussel, vooral die horeca en ook voor de Brusselaars zelfs natuurlijk, was er geen andere keus dan alle druk bezochte plekken ervoor te zorgen dat die plekken leeg zouden blijven. Concrete aanwijzingen, maar we weten niet precies wat het was, hè?
Nou, de regering zegt dat ze dat niet kunnen zeggen om het onderzoek niet te frustreren. Dan heeft het over explosieven en wapens, dat die gebruikt zouden worden. Dat is al heel ernstig. Ondertussen horen we via de inlichtingendiensten wel iets meer. Die wijzen vooral naar die voortvluchtige achtste terrorist uit Parijs. Die komt uit Molenbeek, die is weer teruggekomen naar Brussel, weten we. Een vrienden van hem, die hebben gezegd dat hij, toen ze hem ophaalden uit Parijs, dat hij toen nogal dik was. En die vrienden zeggen, we denken dat hij een bomgordel bij zich had. Nou, je kunt je voorstellen dat de Brusselse inlichtingendiensten groot alarm slaan als ze dat soort verhalen van die vrienden horen. Dus dat zou een van de concrete aanwijzingen van dat grote dreigement kunnen zijn. Vraag je wel af, hoe lang blijft dit allemaal van kracht dan? Ja, dat willen de Belgen ook heel graag weten natuurlijk. Kunnen we maandag nog gaan werken in Brussel? Rijden de metro's maandag weer? De regering zal morgenmiddag weer bijeenkomen om dat te overwegen. Om te overwegen wanneer hier de cafés weer open kunnen. Wanneer al die militairen hier in Brussel weer terug kunnen. Zodat ze niet meer hier in het centrum op straat hoeven te staan. Joris, dankjewel. In Turkije is een Belg opgepakt die betrokken zou zijn bij de aanslagen in Parijs. De 26-jarige Ahmad Dahmani zou de doelwitten voor de terreuraanslagen hebben aangewezen. De Belg van Marokkaanse afkomst werd opgepakt in een 5-sterrenhotel niet ver van Antalya. Een Turkse antiterrorisme-eenheid was hem vanaf het vliegveld gevolgd. Ook pakte de Turkse politie 2 Syriërs op in de buurt van het hotel. Zij zouden door IS naar Turkije zijn gestuurd om Dahmani op te halen. En in Parijs zijn 7 mensen vrijgelaten die woensdag in Saint-Denis werden opgepakt. Ze waren in de buurt van het appartement waarin Abaoud omkwam. De man die wordt beschouwd als het brein achter de aanslagen in Parijs. Alleen de eigenaar van dat appartement zit nu nog vast. En de concrete dreiging van een aanslag in Brussel is geen reden om het dreigingsniveau in Nederland ook te verhogen. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Maar dit weekend wordt bij evenementen met veel publiek wel de beveiliging aangescherpt. Zoals bij het voetbal. Nou, in Alkmaar, daar hebben we de wedstrijd AZ-Heerenveen. Daar is ook Edwin van den Berg. Hij staat in het supportershome van AZ. Welke maatregelen zijn er genomen? Het gaat hier vooral om extra controles bij alle ingangen van het stadion. Daar is vanavond voor aanvang extra gefouilleerd. Om te voorkomen dat daardoor lange rijen ontstonden, had de club eerder deze week al alle supporters op de site opgeroepen vooral eerder hier bij het stadion te zijn. En is uiteraard ook meer beveiligingspersoneel ingezet. Dat geldt niet alleen voor deze wedstrijd in Alkmaar, die overigens nog bezig is. Zo, daarom is het hier bij de bar nog zo rustig. Maar dat geldt ook voor de arena, waar straks de wedstrijd Ajax-Cambuur wordt gespeeld. En in de andere stadions waar vanavond wordt gevoetbald, in Tilburg, in Kerkrade en in Doetinchem, daar zijn ze uiteraard ook extra alert. Maar daar hebben de clubs na overleg met de politie besloten om nog geen extra maatregelen te nemen. Hier in Alkmaar dus wel, en de supportersvereniging begrijpt dat ook. Ja, er wordt extra gefouilleerd en er is toch wat extra mensen ingezet. En begrijpelijk dat alles even scherp in de gaten wordt gehouden. Ja. Het is jammer dat het moet, maar het lijkt mij goed dat het gebeurt. Ja. De supporters hebben er begrip voor. Ik denk dat iedereen wel kan begrijpen waarom deze maatregel is genomen. Ja, ik snap het wel. Ja. Ja, ik heb er ook helemaal geen moeite mee dat we eerder aanwezig moeten zijn of zo, dus prima. Ja, vooral als je wat kinderen hebt, dan begrijp je de beveiliging wel. Ja, vind ik wel goed. Ik denk niet dat er hier de kans heel groot is dat er hier wat gaat gebeuren, maar ja, je weet het nooit. Nee. Dat is het voetbal, maar er zijn natuurlijk meer plekken in Nederland waar evenementen zijn waar veel mensen bij elkaar komen. Hoe zit het daar? Nou, dan gaat het in grote lijnen om dezelfde maatregelen als hier vanavond bij AZ tegen Heerenveen. Zoals in de Ziggo Dome, waar over een uur Simply Red speelt. Ook daar is extra toezicht bij de deur. De Britse band The Prodigy, die daar eerder deze week optrad, die vroeg daar notabene zelf ook om. En die maatregelen gelden voor de komende tijd bij die concerthal. Ook voor de concerten bijvoorbeeld van Madonna, die daar over 14 dagen optreedt. 2 avonden achtereen. En vanavond zijn er ook extra maatregelen, zowel voor als achter de schermen, bij een voorstelling in Ahoy Rotterdam. Edwin, dankjewel. De CSU zet zusterpartij CDU van bondskanselier Merkel onder druk. Duitsland moet voor volgend jaar een maximum stellen aan het aantal vluchtelingen dat wordt opgenomen, vindt de CSU. Op het partijcongres werd bekendgemaakt dat Duitsland dit jaar nog meer vluchtelingen binnenkrijgt dan voorspeld. Tot nu toe voegen meer dan 900.000 mensen asiel aan.
Merkel kwam onder vuur te liggen op het congres. Precies in het weekend dat ze 10 jaar bondskanselier is. In het Hol van de Leeuw. Angela Merkel op bezoek bij haar zusterpartij CSU in München. In de stad waar ooit geapplaudisseerd werd voor vluchtelingen, krijgt zij allesbehalve een warm onthaal. We moeten eindelijk weten wie in diesem land is, wat ze willen en wohin ze gaan, lieve vrienden. De CSU eist dat Merkel voor volgend jaar een bovengrens instelt voor het aantal vluchtelingen. De laatste officiële schatting van 800.000 voor dit jaar is deze maand overschreden. Niet nodig, zegt Peter Altmaier. Hij is Merkels vluchtelingscoördinator en vertrouweling. Als student leerde hij Nederlands. 800.000, 1 miljoen, 1,5 miljoen wordt gezegd. In Nederland vragen we ons wel eens af, waar zijn de Duitsers aan begonnen? De Duitsers zijn begonnen met een humanitaire actie. Laten we de mensen gewoon rondlopen in de Balkanlanden. Zullen we gewoon onze grenzen sluiten? Of doen we een poging wagen om met het probleem op een manier om te gaan die waardig is voor Europa? Haar besluit om de vluchtelingen door te laten reizen was ongekend. Precies 10 jaar is ze dit weekend bondskanselier. Van koele wetenschapper ineens voorvechter voor vluchtelingen. Haar biograaf probeerde te verklaren. Merkel had een prägendes erlebnis en dat is de Mauerfall. De Mauerfall had ihr geleerd. Ein Land, und das war für sie die DDR, kann durch eine dramatische Epoche gehen, durch einen dramatischen Wechsel gehen und es kann daran wachsen. Maar voorlopig groeit alleen het verzet tegen Merkel. Denkt u dat ze struikelt over deze vluchtelingscrisis? Nee, ik denk dat het een van de grootste uitdagingen is die we de laatste 20 jaar hebben meegemaakt. Maar ik ben er hartstikke van overtuigd dat Europa en Duitsland in een veel betere toestand zijn dan 10 jaar. 15 jaar geleden, en dat maakt me optimistisch, dat nog Duitsland, nog de bondskanselier uiteindelijk zal struikelen. De storing bij KPN is voorbij. Alle klanten met digitale tv hebben weer normale ontvangst. Wel moeten veel klanten hun ontvanger opnieuw opstarten. De storing begon gistermiddag en de oorzaak, dat is nog onbekend. Getroffen klanten mogen een week lang alle programma's die tijdens de storing zijn uitgezonden, gratis terugkijken. In Mali is de noodtoestand afgekondigd na de gijzelingsactie van gisteren in de hoofdstad. 20 mensen werden gedood. De 2 terroristen behoorden tot een beweging die banden heeft met Al-Qaeda. Ze zijn allebei omgekomen. Bij een helikopterongeluk in Nieuw-Zeeland zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen. De helikopter stortte neer op de Fox Gletsjer, een populaire toeristische attractie op het Zuidereiland. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Mogelijk had de piloot last van de laaghangende bewolking. Tijdens de intocht van Sinterklaas in Hoge Zand heeft een groep Zwarte Pieten een automobiliste gered. De vrouw was met haar auto in een kanaal gereden. De bestuurder van een 2e auto die in het water was beland, kon zelf op de kant klimmen. Het is niet duidelijk waardoor de auto's in dat kanaal terechtkwamen. De ChristenUnie nam op het partijcongres officieel afscheid van Arie Slob. De nieuwe politiek leider is Gert-Jan Segers. Hij zegt dat hij dezelfde koers gaat varen, maar wel duidelijk een andere toon. Arie Slob in 1 woord. Gek genoeg staat constructief er niet tussen. Andere partijen wisten wat ze aan Slob hadden. Segers heeft natuurlijk zijn eigen stijl en dat is oké. Okay. Helemaal goed, Gert-Jan. Ga alsjeblieft de gang die je moet gaan op de wijze waar je denkt dat het goed is. De ChristenUnie stemde afgelopen week tegen het belastingplan van het kabinet. Een breuk met de koers van de afgelopen tijd. Segers is in zijn presentatie wat stelliger dan Slob. Als een plan deugt, als het rechtvaardig genoeg is, dan zullen wij daarvoor stemmen. En hij valt tegenstanders wat harder aan. Zo zocht hij deze week al uitdagend het debat met Wilders op. Hij is heel scherp in het debat. Ik denk dat hij daar wel wat scherper is dan Arie. Gert-Jan die is sowieso een ander persoon. Is scherp ook in het debat. Maar zoekt ook wel degelijk die verbinding. Ik hoop dat hij de koers van Arie verder mag verbreden. De tegenstem bij het belastingplan was een belangrijk moment. De partij had flink wat eisen. Het kabinet heeft daar niet aan voldaan, heeft de uitgestoken hand geweigerd. Dan kun je ook niet anders dan tegenstemmen. Het criterium is dan, is het rechtvaardig? Is het een rechtvaardig plan? En als het echt niet rechtvaardig is voor belangrijke groepen die voor ons belangrijk zijn, ja, dan staat ons raad één ding te doen en dat is tegenstemmen. Wat in ieder geval ook voor Segers geldt, is dat het geloof zijn drijfveer is. Ook daar spreekt hij zich wat meer over uit dan Slob.
aardgas gemaakt uit koeienpoep. Sinds kort kan het. De koemest wordt met een speciale installatie omgezet in gas dat geschikt is voor het aardgasnetwerk. De eerste installatie functioneert inmiddels en levert gas aan 120 huishoudens. Zuivelbedrijf Friesland Campina en minister Kamp van Economische Zaken gaan boeren stimuleren om dit op grote schaal toe te passen. Het is nodig om de klimaatontwikkelingen in de wereld in de hand te kunnen houden, dat men in de hele wereld, ook in Nederland, overgaat op duurzame energie. Duurzame energie heb je in verschillende vormen. Een van die vormen is biogas. En biogas, dat kun je produceren uit mest. En als je dat gaat doen, los je eigenlijk twee problemen op. We hebben een overschot aan mest en we hebben een tekort nog aan duurzame energie. En met dit soort initiatieven kun je daar een bijdrage aan leveren. Als alle boeren gas gaan leveren, dan kan een flink deel van de Nederlandse bevolking koken op gas uit koeienpoep. Mest is een milieuprobleem en een kostenpost, maar dat kan veranderen. Op deze boerderij op Goeree-Overflakke wordt voor het eerst in Nederland uit pure mest van melkkoeien gas gemaakt dat rechtstreeks het aardgasnetwerk ingaat. Wat wij eigenlijk doen is zo snel mogelijk brengen wij de mest bij de installatie, zodat wij daar aardgas van kunnen gaan maken en kunnen gaan leveren aan het net. 120 huishoudens kunnen met de mest van 300 koeien van energie worden voorzien. De poep van de koeien wordt snel naar de opslag gebracht, waardoor schadelijke gassen niet via de lucht het milieu ingaan, maar in het aardgasnetwerk komen. Wat is het belangrijke verschil met traditionele biogasinstallaties? Nou, het belangrijkste verschil is eigenlijk dat het hier gaat om puur en alleen mestvergisting. Dus geen andere toevoegingen. Puur en alleen mest. En dat is eigenlijk ook uniek. Dus het eerste ook in Nederland die dat doet. Tot nu toe moest de mest aangevuld worden met bijvoorbeeld mais, om het om te zetten in energie. Dat is met deze monovergister niet meer nodig. Alle groene energie die de installatie oplevert, wordt opgekocht door Essent. We schatten in dat de markt in Nederland uiteindelijk voor 1 miljard kuub aan groen gas groot is. Dat betekent 10% van het consumentengebruik aan gas kan worden opgeleverd door boeren in Nederland. Wat kost dit? Deze installatie die kost ongeveer 650.000 euro. Voor veel boeren is dat te veel. Economische Zaken werkt daarom aan een regeling die niet alleen de energie subsidieert, maar ook de investering vergemakkelijkt. Melkveehouders willen het ook eerst zien en ruiken, hoe werkt het? En we verwachten toch de komende jaren richting de tientallen te kunnen gaan bouwen. Over een aantal jaren kan een flink deel van de 60 miljard kilo mest in Nederland dan omgezet worden in aardgas. En daalt de emissie van schadelijke gassen in het milieu. Gaan we naar het weer. Peter, ik heb vandaag stortbuien meegemaakt, maar ook de zon gezien. Ja, het was heel wisselvallig vandaag. En dat houden we ook morgen in ieder geval ook nog en waarschijnlijk langer in de week. Deze foto is eigenlijk een mooie illustratie van wat we ook morgen kunnen verwachten. Felblauwe opklaring aan de ene kant. Maar af en toe ook eventjes flinke dreigende buien die kunnen overtrekken. Met name in de kustprovincies. En waarschijnlijk is dat niet alleen regen. Er kan plaatselijk ook wat hagel bij zitten en mogelijk ook wat natte sneeuw. Ja, gedeelde smart is halve smart, dat moet u maar denken. Want we zijn niet de enige in Europa met lage temperaturen en buien. Hier staat in het westen van Europa een strakke noordelijke stroming. En die blaast echt koele lucht het westen van Europa in. En ook in grote delen van Frankrijk en zelfs in het noorden van Spanje. Daar was het echt niet warm. Barcelona een graad of 11 en ook in het midden en het zuiden van Frankrijk amper boven de 8 graden. Bovendien ligt hier boven de Adriatische Zee een flink lage drukgebied. Zorgde daarvoor veel wind, ook flink wat buien, veel bewolking. En ook morgen dan zal dat lage drukgebied daar nog een tijdje zitten. Verpietert wel een beetje, maar vooral nou, bijvoorbeeld aan de Griekse westkust. Daar zal morgen toch een hele plens met regen gaan vallen. Bij ons regent het op dit moment ook. Op de radar is te zien dat de buien op dit moment nog beperkt zijn tot met name het westen van het land. Dat zal ook de komende nacht nog doorgaan. En bij die buien zit, zoals gezegd, niet alleen maar regen. Daar kan ook wat natte sneeuw bij zitten. Mogelijk ook een beetje hagel. En ook een klap onweer is niet uitgesloten. De temperatuur aan de kust die daalt naar een graad of 3 tot 5. In het binnenland gaat de temperatuur richting het vriespunt. De noordenwind die blijft flink doorwaaien, windkracht 6 aan de kust. En ook morgen hebben we weer te maken met die noordenwind. Windkracht 6 aan de kust opnieuw en in het Waddengebied zelfs windkracht 7. Mogelijk zelfs even een gure, stormachtige windkracht 8. Ja, dat doet de temperatuur geen goed. Het wordt zo'n 4 tot 6 graden overdag. De zon is dus wel regelmatig te zien, maar af en toe zullen we flink wat buien overtrekken. Maandag hebben we ook zon. Gaat vooraf, daaraan vooraf gaat overigens een nacht met op uitgebreide schaal nachtvorst.
Daarover zal ik morgen meer vertellen. Later in de week dan neemt de hoeveelheid regen weer toe, maar tegelijkertijd wordt het dan ook weer wat zachter. Het belangrijkste nieuws in dit NOS-journaal. Het dreigingsniveau voor Brussel is naar het hoogste niveau gebracht vanwege concrete bedreigingen. Winkels, cafés en restaurants zijn dicht, evenementen afgelast. In Nieuwsuur hoe de aanslagen in Parijs de Europese migratiecrisis nog verder onder druk zetten. Om 10:00 op 2. Heel fijne avond verder.